Ja, tip 4. Tip 4. Laat het plaatje even op je inwerken. Dat is de wet van de koe. Ja, ik denk, gooi er ook een in. Die gozer van vanochtend had allemaal wet van dit, wet van dat. Ik denk, waar haalt hij het vandaan, joh? En ik ben gek op natuurwetten, maar ik kende ze helemaal niet. Wat gebeurt er als je een koe de wei in schopt? Wat gaat hij dan doen? Ja, dan gaat hij bij de rest aan grazen. Ja, dat doet hij. En als je niet uitkijkt, dan staan ze dus met z'n allen in de stront, terwijl er nog een heel mooi stukje gras ligt. Nou zijn dat gelukkig niet de ondernemers uit horeca, groothandel enzovoorts, maar er zijn ook ondernemers die doen dat ook. Ik vraag wel eens, wie heeft er veel concurrenten, jongens? Wie heeft er concurrenten überhaupt? Wie heeft er veel? Ja, dan vraag ik wel eens, waarom kies je daar nou voor? Waarom kies je daar nou voor, Jan? Wat bedoel je? U kiest voor uw eigen concurrenten door uw eigen gedrag. Want als dat lijkt op dat van een ander, pok, concurrentje erbij. Dus waar zit nou net even dat puntje waarvan u zegt, ja, ik heb wel een restaurant, maar je zit hier wel bij, Biblio. Ja, daarom. Ik denk, ik gooi hem even in de Biblio, is het, hè? Bibelo. Ja, Bibelo, zeg ik. Bibelo. Zo, ja, wij gaan afrekenen dadelijk, hè? Geweldig. In ieder geval wat te drinken. Ja. Dus, als je dat... waar was ik? Ja, bij de concurrent. Ja, precies. Ik zit aan die liqueur te denken. Als je dat dus van jezelf weet, en je durft daar een claim zelfs op te leggen, dus u durft als bedrijf op uw onderscheidend vermogen een claim te leggen. Ik ga hem uitleggen. Stel, denk aan Pizza Hut. Wat zegt Pizza Hut? Pizza Hut zegt, je krijgt binnen 30 minuten een pizza. Anders is hij gratis. Dus dat noemen wij een autosanctie. Dus je legt jezelf een strafje op als je niet je belofte nakomt. Dat geeft heel veel geloofwaardigheidsimpact. Als je dat durft. Moet je ook intern goed regelen. Dat we daar met z'n allen over een beetje meebloeden. Maar ook mee feesten als het goed gaat. Welke claim legt u met uw bedrijf? Welke autosanctie, welke belofte, welke autosanctie zet u erop? Ik hoef het niet te weten, maar probeer het voor jezelf eens neer te zetten. Wordt ongelooflijk gewaardeerd. Oké, even kijken. We komen ook al bij de kaart aan, hè, Tim? Het gaat goed, hè? Gaat goed. Wat misschien nog wel aardig in dit verband is, want onderscheidend vermogen is een platgetrapt begrip, hè? Ik hoor het zo vaak, ik denk, ja, moet ik het nou ook nog zeggen? Maar ik geef er even een voorbeeld bij. Ik roep iets en dan moet u terugroepen. CNA is toch voordeliger. Waarom hoor je dat niet meer? Hennis en Maurits is in de markt gekomen. Die zijn voordeliger. Ja? Dus ze zijn hun complete identiteit kwijt. Toen is er even een campagne geweest. En dat heette, moet je nagaan, lekker, gemotiveerd. Herontdek ons. Wij weten het ook niet meer. Kom nog eens terug. Dat is heel even geweest. Want dat werkte natuurlijk voor geen meter. En nu heb je dus Jantje Smit. En die zegt, mooi hè. Hey, mooi hè. Mooi hè. Dat is dus een verlies aan identiteit. Aan onderscheidend vermogen. Voel je wel? Dus... Daarom is het soms levensgevaarlijk om niet te weten, CQ, en te bewaken wat het is. V&D, dat is natuurlijk ook, hè. Het is niet goed, het is niet slecht, het is niet veel, het is niet weinig, het is niet... Maar wat doen ze heel goed? Laplace, meneer, heel goed, want daar hebben ze heel bewust gekozen en daar worden ze ook op gekozen. Vers, je moet even wachten, maar u krijgt het vers mee. Hele bewuste keuze. Ze worden nu al gebouwd buiten die V&D's om, hè. Het is dezelfde wet die hierachter zit, hè. Kies en je wordt gekozen.